Welkom bij wederom een nieuwe testvideo. Vandaag een aantal punten voor verbetering. Na alle positieve punten, een aantal zaken die de Husqvarna iets beter zou kunnen doen. De kantjes zijn lastig bij te houden. Die moet je echt met de hand doen. En zoals je ziet, als je de machine niet goed schoonmaakt, blijven er best wel wat resten van het gras achter. En zoals je hier ziet bij het gras, het lijkt wat geel aan de bovenkant. Kijk, hier zie je wat resten. En dat klopt. Dat komt omdat ik de mesjes al een tijdje niet heb vervangen. Dus op het moment dat je de mesjes niet vervangt, wordt de bovenste toplaag niet goed afgesneden. Dat kun je hier van dichtbij zien. Dan krijg je dus dat het gras niet helemaal wordt fijn gesneden, maar dan slaat hij het als het ware kapot. En daardoor krijg je dus dat de bovenkant allemaal gele stukjes krijgt. Dat heeft als resultaat dat de bovenlaag van je grasmat een soort van geel lijkt. Maar goed, mesjes vervangen, kanten knippen en dan ziet het er weer uit als nieuw. Kijk maar eens. Een grote gereedschapskoffer heb je niet nodig. Slechts met 2 schroevendraaiers kun je de mesjes vervangen. En dan kan hij rusten na wederom een mooie klus.